mij, ik snap het. Ja, 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 deze kant is erbij. Hij zijn. Hebben. Ik sta in de burgerzaal van het Paleis Amsterdam. Hier worden zometeen door prins Constantijn de prins Klaus prijzen uitgereikt. Een jaarlijkse traditie die heel belangrijk gevonden wordt door de familie van Oranje. En dat blijkt maar door hun grote aanwezigheid. Want naast prins Constantijn is ook zijn echtgenoot prinses Laurentien aanwezig. Het koningspaar en prinses Beatrix en prinses Mabel. Het Prins Klaus Fonds was ooit een cadeau aan Prins Klaus voor zijn 70ste verjaardag. Hij kreeg dit als waardering voor zijn inzet voor ontwikkelingssamenwerking. Na zijn dood werden zijn twee zonen, Prins Constantijn en Prins Friso, beschermheer. En nu Prins Friso er ook niet meer is, doet Prins Constantijn het alleen. We must train ourselves to look through different eyes, different lenses, to understand what is happening in our world. And as my brother Friso observed, if we apply our understanding of other cultures to better cultural understanding within the Dutch society, we shouldn't pass up on that opportunity. De jaarlijkse Prins Klausprijzen worden toegekend voor uitzonderlijke verdiensten op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Met name in gebieden waar de middelen of mogelijkheden tot culturele expressie en creatieve productie beperkt zijn en behoud van cultureel erfgoed in het geding is. Niet alles liep even gesmeerd, want zoals je ziet, videobeeld, maar zonder geluid, doodste stilte. Maar Prins Constantijn vergoeilijkt het met heel veel humor. De beelden die een Syrisch kunstenaar deels live maakt op het grote scherm worden ondersteund door de indringende klanken van zijn landgenoot. En beide dragen hun werk op aan de vele slachtoffers van Syrië, waarvan het aantal ook op dit moment nog steeds stijgt. De twee kregen een staande ovatie van de gehele koninklijke familie. Op dat moment was ik dat live aan het uitzenden op Twitter en die beelden blijven helaas niet bewaard. Je moet me dus even op mijn woord geloven. En dan begint het wachten voor een dichte deur voor het fotomoment. Oké. Check. Ik doe nog eentje mijn camera. Net stonden hier allemaal stoelen en nu zijn de lakeien als een gek bezig met de receptie klaar te maken. De receptie gaat achter mij beginnen in de burgerzaal, maar het is eigenlijk niet chic om daar te filmen. Dus ik stop ermee. Tot de volgende vlog. En op die volgende vlog hoef ik niet heel lang te wachten. Morgen ben ik weer bij een heel erg leuk evenement met iemand van het Koninklijk Huis. Daarover morgen meer. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal of tot vorsten.